Knappe jongens, hè? Kijk. Wat een beuker, man. Prachtig, man. Dit is een record. Kijk, daar gaan we. Lekker, hoor, dit. Je weet wat ze zeggen, hè? Ja, hoor. In één keer. Lekker, maat. Zo, een hele goede avond. Het is donderdag, het is bijna weekend. Ik heb lekker al vrij. We gaan dit weekend weer even een sessie zitten op Karper. We gaan een lang weekendje zitten. Sven komt er weer bij. Uiteraard, Sven is weer later. Die zou er eigenlijk ook al bij zijn, maar die heeft helaas storingsdienst. Dus die komt wat later. Maar goed, maakt niet uit. Net op de stek aangekomen. Het was eigenlijk de bedoeling om vanavond alleen te gaan voeren. Spullen op te zetten en dan morgenochtend vroeg de hengels erbij. Dus ik ga snel wat aas in het water gooien. Snel de spullen opzetten. En dan morgen hopelijk 's ochtends vroeg het eerste karretje afhangen. We gaan het zien. Lekker. Het voeren is gelukt. Ik ben nu bijna een uur bezig geweest met voeren met de spotbomb. 6 stekken aangevoerd, 5 scheppen tijgernoten en 4 scheppen bollen per stek. 2 verschillende bollen, bloedwurm, spicy mango. Dus ik heb het verdeeld over de stekken. 3 met bloedwurm, 3 met spicy mango. Eens kijken wat er meer gaat lopen. Is nou het 1. Aanzienlijk beter vangt als het andere, dan switch je op het andere. Mocht het nou allebei goed gaan, dan blijven we het lekker houden zoals het is. Dus we gaan het zien. Ik heb er zin in. Echt zin om een hele dikke te gaan harken. Dus, zwemt hier niet mega veel vis, maar het schijnt dat wat hij zwemt, dat het echt gigantisch groot is. Zwemt ook graskarpen. Misschien ook nog wel een hele dikke graskarpen gaan vangen. We gaan het allemaal zien. We gaan lekker lang zitten. We gaan het lekker proberen. En hopelijk vangen we een dikke. We gaan het zien. Kijk eens even wie we hier hebben. Mijn maat Sven. Toch nog gekomen. Vriend, hoe is het? Net klaar met werken, man. Lekker, man. Het gaat een trend worden, hè? Lekker in het donker komen. Ja, Pink. Weet het is. Hard aan het werken. Altijd werken, Pink. Weet het is. Als je niet werkt. De bouw is niks in je toekomst, kom je er ook niet. Hard voor weinig, nooit zo gereinig, hè? Zoiets. Lekker, man. Even tentje opzetten. We zagen net al, ik hoop wel even uit doen voor jullie. We zagen net al, toen we hier eventjes langs de waterkant al dingetjes aan het bespreken waren, zagen we net al vis. We zagen net gewoon letterlijk echt een knijte mooie spiegel hier voor die kant langs zwemmen. Dus misschien dat we nog een keer spotten, maar ik denk het niet. Nee, natuurlijk niet. Die denkt mazzel. Ja, overrot een beetje lucht. Die werd verblind. Zonde. Nee. Ik wil net een mooi hoog spiegeltje zagen als zwemmen. Zo, een hele goede morgen. Eerste nacht achter de rug. Niks gevangen. Wel piepen gehad. Maar ik weet nou niet of het de wind was of dat het een vals aanbed is geweest. Het is behoorlijk hard aan het waaien nu. Als het goed is, wordt het vanmiddag lekker weer. Dus laten we hopen dat het windje wat afneemt en het zonnetje erbij komt. Zoals je ziet, aardig wat golfjes op het water. En als schuimkoppen tegen de hengels aan. Kijk, lekker, daar gaan we. Appata. Woe! Dit is een sterke vis, hè? Holy shit, jongen. Oké, even uit de wind, even in de schaduw. Ik werd net aangesproken op mijn auto, dat mijn auto hier niet geparkeerd mocht staan. Maar goed, ik ben nog in mijn eentje, dus ik vroeg, joh, mag ik alsjeblieft die auto even laten staan tot mijn maatje er is? En ik zag dat de boa's alweer terugkwamen en ze keken al een beetje geïrriteerd uit de auto. En precies op het moment dat ik zwem wil bellen van, hey maat, waar blijf je? Want we worden er een paar heel zenuwachtig hier. Volle fluiter op de rechterhengel. Ik ben nog steeds helemaal shaky. Er ligt een spiegel in de bewaarzak. Dat is echt... Dat is ongekend. Ik wacht tot misschien dat Maarten lief eerder is. En anders wacht ik op Sven. En dan gaan we eens even een hele mooie foto maken van deze vis. Wauw, wat ben ik blij zeg. Lekker! What the fuck, jongen?
Wat een vis, jongen. Godverdomme. Lekker. Kijk, die Sven die is erbij. En toch nog wat ik had gezegd. We gaan er even eentje tevoorschijn toveren voordat die jongen er is. Dus, mooi zo. Hey, lekker, man. Twee knappe ventjes. Die vis willen dan weer in de foto, hè? Ja, lekker, jongen. Oh, lekker. Nou, we gaan even gauw een fotootje maken in een videootje. Gaan we de vissen verwegen, want kan nog wel eens mijn pb'tje zijn. Het zou mooi zijn. Het zou heel mooi zijn. En dan gaat Sven heel snel zijn hengeltjes te water doen. Lekker. Zo, eerste vis van de sessie. Die moet natuurlijk even gewogen worden. Ja, min 2 kilo, hè? Dat is slim. Eens kijken hoe dat gaat worden. Jezus. Min 2 kilo met die sling. 15,2 met sling. Oei. 13,2. We gaan straks die sling even wegen als hij nat is. Dat is best. Lekker, man. Nou, de eerste vis. Bijna een 30e. Lekker, hoor. Die Sven die vindt het toch spannend, jongen, dat ik dit aan het doen ben. Lekker, man. Oei. Kom hier. Wat een beuker, man. Wat ben ik hier blij mee, zeg. Kijk nou, hé. Oei, 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 oei. Zo. Nou ben ik echt nat. Kijken of we de andere kant ook nog even snel kunnen doen. Ja, ik denk niet, die gaat er wel door, denk ik. Gaan we lukken, hoor. Zo meteen ook nog een bovenhoek van mij, dan kan ik even een goede foto maken. Moet je kijken, wat een bak, hè. Jezus, man. Hier ben ik toch blij mee, jongen. Kom eens wat dichter bij de mij. Gaat hij terug? Nee. Oké, laatste. Laatste. Ja, hoor. Wat? Oké, kom maar, grote. Ik denk niet dat je het ziet. Nee. Ah, wacht. Ja, nu. Pik. Wat een buffel, man. Komt ie. Hij gaat niet om. Ja, Sven, pak een cameraatje. Lekker, man. Ga maar, maatje. Lekker, jongen, lekker. Dat is de eerste. Heerlijk, maat. Lekker, maat. Hey, dit is een binnenkomertje, of niet? Tik hem aan. Lekker, man. Sven is even boodschapjes doen. Ik heb alvast de barbecue aangezet. Maar de liefde wil hem graag vasthouden, maar dat hoeft niet. Nee, dus Sven die rijdt net weg, die zegt let op de hengels. Ja, is goed. Hengels liggen nog een kwartier uit. Run op Sven's middelste hengel. Helaas verspeeld. Kan gebeuren, het is jammer, maar betekent wel dat de vissen er zitten. Ik had er vanmorgen een klein beetje een hard hoofd in, omdat we bijna een volle dag eigenlijk helemaal niks gehad hebben. Geen piep, geen tik, helemaal niks. Ja, wel piepen, maar vooral van de wind. Dus er zitten vissen, we hebben het gezien. Er zitten hele mooie spiegels. Dus hopelijk dat er... Echt een hele mooie. Ja. Hopen dat er snel weer een ventje opknalt. Maar eerst even lekker choppen. Oh. Maat. Dit geloven jullie niet. Goedemorgen. Ik heb een nieuwe record. Hatsee, wat is er, hè? Lekker, jongen. Eventjes, we weten het niet zeker, 18,6 of 18,7. Maar we waren een beetje... Het was s'nachts. Het was donker. Donker. En we waren gewoon...
bijna in paniek waren gewoon, wat er hier al gebeurde. Er ligt hier een bak in die sling, jongen. Dat en, is... en het grappige van dit verhaal is... Wat een vis, jongen. Het grappige is, ik zeg, pik, dit is de dikke vissenhengel. En we leggen hem zo neer, zo, pop, op het plekje. En dat is... Tut-tut. Drie uurtjes later. Tut-tut. Ik keek zo. En ik pak hem. Ik dacht, oh, hier zit wel gewicht achter hem. Ja, ik wou niet te snel roepen, toch? En het komt zo voor die kant. Dan kwam zo'n flank op. Echt niet te zuinig. We gaan even de dikke vissenhengel eventjes opnieuw. Hengeltje opnieuw. Eventjes opnieuw. Hey, en deze twee knappe jongens, hè? Die vis hadden gewoon weer de foto, hè? Dat was lekker, het. Jongen. Kijken of we ook wat op een tijgertje kunnen vangen. Want wat doe je dan precies met een tijgertje dan? Even lekker uitboren, een stukje kurk erin. Even een lekkere grote met een kontje van een ander. We houden van kontjes. Billen maar, hè? En nou, zo maak je dat haakaasje dus lichter. En dan dit moet hem gaan worden. Vliegt hij zo het bekje van die karper? Veel is het niet, maar... Weet je waar dit op lijkt, man? Op een poppetje. Misschien is het ook wel een mannetje. Of een vrouwtje. Jullie mogen het zeggen. Komt ie. Kilo, 20,2, 20,1, 18,7 wel hoor Sven. Lekker hoor. We hebben hetzelfde record hoor vriendje. Je hebt hem verdiend jongen. 18,7. Lekker man. Moet je kijken jongens. Dit is een vis jongen. Wow. Vanwege die dikke pants. Op jurkjes maatje. Kijk nou jongen. Deze jongen is tevreden, hè? Zo. Dit is een kanon. Prachtig. Oh. Dit is een vis, jongen. Krijg ik niet eens in beeld. Oh, oh, oh. Kijk hem nou, 18,5 kilo. 18,7. Deze jongen is tevreden, hè? Oh, kom eens dichtbij, Rick. Even heel kan je ietsje lager houden? Maar zo, gaat ja. Filmen. Ja, oké. Okay. Wow, prachtig, maat. Een ding, hè? Prachtig, man. Vast, dit is een record, joh. En je weet wat ze zeggen, als iemand zijn record vangt, dan moet je er even een beetje water overheen. Lekker, jongen. Oh, wat, oh, wat goed dit. Oh, wat goed, jongen. Wat een vis dit, jongen. Moet je zien, wat een zieke buffel dit is, jongen. Als we hem daarheen kunnen krijgen, dan kan ik hem misschien onder water filmen. Gaat hij een buffel, jongen. Dankjewel, jongen. Wel een helder water hier. Ik zie je. Ik vind het leuk. Lekker maatje. Dit zijn sessies hoor. Oeh. Dat hebben we slecht, hè? Dat hoorde ik jou nog net zeggen, maat. Dat hebben we echt slecht. Zwaar tevreden, hè? Lekker man. Oh. Zitten ze dan hoor, drie musketiers. Lekker man. Tijd voor een bak. Bak? Oh. Dikke, ja, bak. Dikke bak, ja. Of een bakje koffie. Huh? Een bak? Dat is ja. Een bakje koffie. Wel lekker. Ja, maar dan het is bijna bedtijd, hè? Nou, we gaan niet slapen. We gaan het laat opblijven. Oh ja, we gaan niet slapen. We gaan niet slapen. We gaan heel lang wakker blijven. Ja. Lekker, jongen. Wil je koffie? Lekker, jongen. Zo. Zo, de knijter. Fantastisch.
Wat een knijterharde run, hé dit. Zo dan. Op het eigenootje. Lekker man. Ja, nee, kom maar goed. Deze vis moet even moe worden hoor. Nou, mijn laarzen zijn weer nat. Het is een schubje dit. Zie je? Heel mooi. Hoppa, gaan we weer hoor. Oh, wat lekker dit zeg. Hoppa! Lekker! Woe! Lekker, die zit erin. Hoppa! Lekker, we hebben hem. Lekker hoor. Zo. Nummer 3 zit in de sling. Ik ben hartstikke blij. Want weer als ik tegen Sven zeg, vang er wel even eentje voordat je terug bent, lukt het weer. Deze keer op het tijgenootje, uit het kommetje. Precies in de wind. En ook op dezelfde tijd als dat we gisteren vis vingen. Dus vis zit in de sling. Zo snel mogelijk die hengel weer terug het water in. Zelfde manier, weer met tijgenootjes. Twee schepjes voer erachter. Misschien is dit wel het bijtuurtje. En stel je voor dat we er nog eentje pakken voordat Sven terug is. Het zou natuurlijk helemaal gek zijn. Dus ga hem snel invaren en hoop op de volgende. Kijk, daar gaan we. Lekker hoor dit. Zo, dit is zwaar hoor. Ja. Zit vast. Deze vis moeten we niet verspelen. Steek het net maar door naar mij. Nee. Kom hier, buffel. Lekker, jongen. Oh, wat lekker dit. Oeh. Och, ik heb geen arm meer over. Kijk. Ik heb de vis, ik heb de vis. Komt ie hoor, El Patron. Piepende banden hierheen, jongen. Ja, ja, wat vinden we ervan? Ja, machtig mooi. Gaat hij rennen, gaat hij rennen? Ja, hij rent ook nog. Oh. Hey. Doe dat. Hoe is hij, hè? Hoe is het? Lekker voor jou. Ik heb een cadeautje voor jou, vriend. Ik hoorde net, ik hoorde net. Er liggen twee hele mooie vissen te wachten op ons. Moest ik even werken, hè? En dan loopt de hengel af. Dat is wel zuur, man. Twee hengels zijn afgelopen voor jou. Twee? Ja. Eentje gelost, eentje gevangen. Dikke? Ja, die ene die gelost was, denk ik, graskarper, man. Ja? Ja, hele gekke aanbeet. Maar die andere, die gevangen, was dikke? Oh, een hele mooie schub. Vette beschadiging erop, man. Dit is een vis met karakter. Ja? Ja, ja, die ga je ook vasthouden. Ik kreeg net ook foto's van Jelmer door. Ja? Mooi dingetje, maar die ga ik zo te bekijken. Ik heb geen tijd om dat dan te bekijken. Ik moest hierheen. We gaan eerst zelf even lekker een videootje maken. Met z'n tweeën. Nou, heb je mij al gezien? Ja, so cute. Hey. Lekker. Oké, nou, tot zo. Nou, ik moest even snel voor een spoedklusje te werk. Er komen er eventjes twee mooie vissen langs in de tussentijd. Eén op Rick's hengel, één op mijn hengel. Zo, even een kusje. Gruwelijk. Hier, kijk hoe mooi man dit. Ja, is mooi hoog man. Gave schubs hoor dit. Jouw vis met karakter. Die heeft een plekje. Ik denk dat die van Sven een keertje een aanvaring met een boot gehad heeft. Maar voor ons. Dat is piepen hè? Misschien op naar de volgende. Lekker.
Lekker, op naar de volgende. Zo, laatste avondje. Zijn we dan? Wacht, prachtige sessie wel. Het is wel winderig. Het is heel erg winderig. Mijn tent is net stuk gewaaid. Dus die jonge man is er hier is goed klaar mee. Ja, dus, hij wil eigenlijk staken, maar weet je het is. We hebben de PR gevangen en we hadden gepland om iets langer te blijven zitten. Dus we moeten. We moeten. Spulletjes zijn al stiekem een klein beetje ingepakt. Wind is wel echt extreem. Wind is echt extreem. We zitten nu ook te schuilen achter de tent. Anders hoor je de microfoon gewoon helemaal niet. Dus plan is, hopen dat we nog een PR gaan vangen vannacht. En anders hebben we niet... Het maakt niet uit wie je vangt. Maar we hebben er in ieder geval één. Dus dat is lekker. Dus vannacht nog even lekker taai uitzitten. Hopen op een bak. En anders morgen vroeg ik er daarbij. Weet je wat eigenlijk wat mooi is? Dat weet niemand. Allebei ons karperrecord is 18,7 kilo. Oh jongen, dus goed is dit. Dus het maakt niet uit wie het volgende recordje vangt. Hij is van ons allebei de record. Ja, die is van ons allebei van het record af. Dus lekker man. In ieder geval, we gaan lekker op tijd erin. En dan vroeger uit, want die wind is wel echt heel bar. Ik denk ook als we nu moeten gaan opruimen, gaat alles weg. Waait alles weg. Waait echt alles weg. Gewoon mijn ziel waait ook weg. Die gaat mee. Lekker man. Hey, maar goed. Later. Yo. Morgen. Morgen. Hoi. Morgen, maat. Hoe is ie nou? Goed geslapen, jongen. Dat wel. Ik ben blij dat het niet meer zo knijterhard waait, man. Je hebt echt als een roosje geslapen. Slaapje zit er nog wel. Ik ben zelfs eerder wakker dan jij, man. Lekker, man. Als een roosje geslapen. De wind is goed gaan liggen. Dus eigenlijk wil ik de hele dag door, maar we hebben bijna geen tijd. Nee, geen tijd voor. We hebben ook niks gevangen vannacht, dus motiveert ook niet echt om nog te blijven zitten voor misschien dat ene visje. Het zou wel heel dik zijn, maar... We moeten voor eieren van het geld kiezen. Dat dus. Dingen doen. Nou. Voor nu laten we het bij deze video. Of dit is de afsluiter, denk ik. Denk het wel. Is nu gewoon voorbij. Voorbij. Volgend weekend weer. Jammer. Maakt niet uit, man. Nee. Twee perretjes zijn gezet. Zo. En twee hele mooie spiegels gevangen. In ieder geval, we hebben even goed geknald. We hebben op zich een productieve sessie gezet. Niet veel, maar wel dik. Heel dik. Heel dik. Heel dik. Heel dik. Ja. Heel dik, precies. Dus ik ben echt extreem tevreden. Het mooie is, dit was dus een nieuw water voor ons. Dus ik denk dat we vaak nieuwe wateren moeten gaan ontdekken. We mogen niet klagen, maar een nieuw water, instant vissen. En dan... 18-7. Ja, zwaar succes, man. Zwaar succes. We gaan opruimen. Mocht er een visje langskomen, dan komen we nog bij jullie. En anders... Tot de volgende. Hai to. Later. Hoi.